Deze week zitten we met Kiosk aan de Spaanse Costa Blanca. We trokken naar Calpe op Culibike. Dit is een nieuw reisconcept waarbij sport en culinair genieten gecombineerd wordt. Vorig jaar hebben we Tour de Frère georganiseerd. Dat was eigenlijk voor het goede doel. We hebben naar Zuid-Frankrijk gefietst, door de wijngebieden, door de Champagne, door de Bourgogne, door de Rhône eigenlijk. Dat waren eigenlijk de wijnstreken of wijngebieden. En dat was telkens na afloop, na het fietsen, wijndegustatie, lekker eten. En dat is een beetje zo is Culibike ontstaan. Door hetgeen vorig jaar gebeurd is, zijn we met dit concept naar Thomas Cook Sport gestapt. Een van de zaken die we trachten te doen is, wat ik vroeger vaak hoorde in de sportieve fietsvakanties was van de man in casu gaat fietsen, maar de vrouw of de familie blijft een beetje verweest achter bijna. En daarom zijn we gaan denken van als we die twee nu kunnen combineren en we kunnen ook iets bieden aan de andere partij, dan zou dat perfect zijn. En in die zin hebben we gedacht van sportief enerzijds, maar recreatief anderzijds. In Culibike heb je de keuze uit twee fietsmogelijkheden. Of je kiest voor de recreatieve versie, waarbij je rustig de buurt verkent, of je gaat voor de sportievere formule. Hierbij word je begeleid door Serge Baguet zelf. Je hebt de beide niveaus, je hebt sportief en recreatief. Dus man of vrouw kan, afhankelijk wie je sportief of recreatief is, kan in de voormiddag sportief gaan fietsen. Een tocht van 70, 80 kilometer. Of de andere kan een recreatieve tocht doen langs de kust. Rustig aan, een paar terrasjes meepikken van maximum 15 kilometer. De thuisbasis van deze Culibike is Calpe, een havenstad even boven Benidorm. In de schaduw van de 332 meter hoge Penon de Ifag wonen er 27.000 mensen. Calpe is in de winter de plek voor profielrenners om te komen trainen. Het weer is er altijd mild en bovendien zijn de wegen rond de stad erg heuvelachtig en de echte kools liggen ook in de buurt. De eerste fietskilometers afgewerkt. Daarna gaan we langs bij een ambachtelijke wijnboer die ook nog een Spaans hoofdleverancier is. Calpe ontwaakt onder een stralend zonnetje. Ideaal weer om de huurfietsen grondig te testen. De recreanten verkennen de stad zelf, de sportieve groep volgt de kustlijn om dan landinwaarts te trekken. Na de fietstrips is het tijd voor het culinaire gedeelte. We bezoeken de Bodegas Gutierrez de la Vega in Parcent. Esta es la sala de elaboración, una de las salas, hay otra elaboración y aquí elaboramos 70.000 litros de vino. Felipe Gutierrez begon in 1978 met zijn bodega of wijnhuis. Voor hij hiermee begon was Felipe officier bij de marine. Vandaag is de Bodega Gutierrez de la Vega de top van de Spaanse wijnen. Het Spaanse koningshuis is hier klant en bij het huwelijk van prins Felipe en prinses Letizia dronken de gasten wijn uit Parcent. Vamos a probar aquí los vinos. Tenemos una escupidera para el que no quiera beberlo. Es para beber es mejor frío, muy frío. Pero para oler y degustar es mejor cuando ha bajado la temperatura. Morgen trekken we na de fietstochten naar de derde stad van Spanje. We gaan naar Valencia. Thank you.
We zitten met kiosk nog steeds op Culibike in Calpe. 's Ochtends wordt er opnieuw gefietst en 's middags verhuizen we naar Valencia, de derde grootste stad van Spanje. We trekken eerst naar de Ciudad de las Artes y las Ciencias. Dit is een cultureel wetenschappelijk complex, ontworpen door de modernistische architect Santiago Calatrava. Hier bezoeken we het Museum Oceanografiek, een van de mooiste aquariumparken ter wereld. Oceanografiek deelt de aquaria op in verschillende zeegebieden. Zo is er onder andere een Caraïbisch en een Pacifisch deel. Je kan de bewoners van die onderwaterwereld van heel dichtbij ontdekken. De haaien of roggen zwemmen gewoon naast je en in deze 70 meter lange tunnels loop je er zelfs onder. Fascinerend bezoek trekken we naar Hartje Valencia. We leren de stad al fietsend kennen. Tijdens onze fietstocht krijgen we de nodige uitleg van Caroline Arens. Deze Nederlandse woont vlakbij Valencia en kent de stad op haar duimpje. De kathedraal van Valencia is al erg oud. Men is daar in 1262 begonnen met de bouw. En voor die tijd stond er dus een moskee. Maar toen Jaime de Propera in 1238 de stad veroverd heeft, begon men met de bouw van die kathedraal. Dit is in 1500 hier gebouwd. In 1740 kwam het in de handen van de Marqués de Dos Aguas, de markies van de Twee Wateren zouden wij zeggen. En deze man die heeft toen besloten om het te laten decoreren. Onder andere die entree is er toen aan toegevoegd, gemaakt van albast, het zachtere marmer. En er zijn twee artiesten mee bezig geweest om dat dus tot stand te brengen. Kan je een avondje Valencia beter afsluiten dan met een heerlijke Valenciaanse paella. Vandaag is het onze laatste dag aan de Costa Blanca in Spanje. De recreatieve groep geniet 's ochtends van een laatste ritje door Calpe. Onder een stralende zon fietsen ze voor een laatste keer de dijk af. De sportieve groep trekt vandaag over de beruchte Col de Ratés, een 6 kilometer lange klim. Als je tijdens Culibike mee wil als sportieve fietser, moet je natuurlijk al wat fietservaring hebben. Maar je hoeft geen schrik te hebben van het te hoog tempo, want de snelheid wordt aangepast aan de groep. Het is niet om hier gaan rondrijden zoals de profs, zeker niet. We doen 70, 80 maximum per dag. Dus uiteraard, in Spanje is het weinig vlak, maar we passen ons aan ieders niveau. En bovenop elke helling wordt er gewacht, sowieso. Het parcours is behoorlijk lastig. Zeker tussen de temperaturen. Het is dorstig. Het einde van zo'n beklimming, dan snapt je wel naar drank. Smiddags trekken we naar Xalo. In dit kleine stadje aan de voet van de Col de Ratés is er de coöperatieve Bodegas Xalo. Veel toeristen vinden de weg naar deze bodega. De wijn is lekker en je kan ze bovendien kopen aan een lage prijs. Zo heb je 3 liter wijn voor minder dan 5 euro. Deze Culibike wordt afgesloten in restaurant El Roda in Gavea met een gastronomisch 9-gangen menu. De ideale plek om terug te blikken op deze eerste editie. De sterkte ligt aan verschillende facetten, denk ik. Je hebt het sportieve, dat volledig in handen is van Serge.
En met de kennis dat hij heeft van Spanje in het algemeen en gegeven het feit dat hij heel veel in Spanje heeft gereden en ook de parcours heel goed kent, is al één zeer sterk punt. Anderzijds het gastronomische. Ontegensprekelijk, Spanje is een van de landen die daar heel sterk in scoort. Als je die twee al samenvoegt, dan heb je al een mooi geheel. Daarbij nog de sterkte van Thomas Cook in Spanje in het organiseren van reizen. Denk ik dat je daar drie ingangen hebt die perfect te matchen zijn. Naast deze Culibike-trip naar Calpe zijn er ook nog versies in Sevilla, Gerona en in San Sebastian. Meer informatie over Culibike vind je op deze website of bij je lokale Thomas Cook Travel Shop.